Je wilt gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Maar voordat het zover is, ga je op zoek naar een hmm. studie die bij je past. Hoe? Door je goed te oriënteren. Je bezoekt de UWA-website, doet een studiekeuzetest en je komt naar de UWA-bachelordag om de sfeer te proeven en vragen te stellen aan docenten en studenten. Je kunt ook proefstuderen of meelopen met een student. Zo ervaar je wat het is om te studeren. Heb je je studie eenmaal gekozen, dan kun je je gaan inschrijven. Dat moet voor 1 mei, via studielink. Je moet wel eerst een DigiD aanvragen om te kunnen inloggen. Na je inschrijving word je door de UVA uitgenodigd om je studiekeuze te testen. UVA Matching. Tijdens UVA Matching maak je kennis met wat je het eerste studiejaar allemaal te wachten staat. Je volgt colleges bij de UVA, je studeert thuis en uiteindelijk maak je een toets. Op basis van je toetscoren krijg je van de UVA een persoonlijk studieadvies en kom je erachter of je op de juiste plek zit. Want als je op de juiste plek zit, is je kans op studiesucces groter. Op enkele uitzonderingen na is UVA Matching verplicht voor alle opleidingen van de UVA. Zorg er daarom voor dat je beschikbaar bent van 2 tot en met 13 juni. Wil je meer weten? Kijk op www.uva.nl slash UvaMatching.